Goedenavond mensen, al zijn er nog geen kijkers. Vanavond, oh wauw, oké, okay, van geen naar acht, dat is ook goed. Goedenavond mensen. Vanavond gaan we nog één keer aan de slag voor de mensen die volgende week het examen hebben. Of in ieder geval het kentaken en examen. En dan gaan we nog even de laatste dingen die relevant zijn gaan we doorlopen. Vorige week heb ik in principe van A tot Z laten zien hoe je dat serverboek kan doorlopen. En dan zag ik de belangrijkste dingen over hoe je zo'n omgeving kunt bouwen en kunt inregelen. Vandaag gaan we even kijken naar hardware en naar de router. U ook, jongen. Hey, om te beginnen. Ik heb een router alvast opgestart en ik zal ook mijn Windows 10 machine erbij starten. Want die gebruiken we om met die router te gaan werken. Wat ik ook al in Discord geschreven had, wat we gaan doen vanavond. Ik pak hem er even bij hoor. Voor de router gaan we kijken naar korte uitleg en overview. Een aantal netwerken regelen, in ieder geval via LAN en wifi. En we gaan ook even kijken naar dat filteren op webpagina's. Hoe je dat precies doet. Als we dat gedaan hebben, gaan we nog een stukje hardware troubleshooten. Althans, niet dat het hardware stuk is, maar we gaan laten zien hoe je dat het beste kan doen. En dan op basis daarvan gaan we door. In de tussentijd, als je vragen hebt, als je dingen niet duidelijk zijn of whatever, dump het even in de chat, want ik kijk in principe gewoon mee natuurlijk met wat jullie schrijven. Dat gezegd hebben, als je meekijkt, laat het even weten, want dan weet ik ook wie er meekijkt. Hoe dan ook, Michael zie ik, maar wie hebben we nog meer? Ik wacht heel even tot ik een beetje reactie heb en dan gaan we door. Wahid. Gooi spontaan een glas water over mij nadat ik je zie. Goedenavond. En oké, Serhat. Zo. Gaat goed hier. Oké. Zet. Ja? Gekke vraag. Mag ik voor jou van een handdoek uit de keuken? Ik gooi net een glas water over mij en ik ben al bezig. Ik doe het voor 3 van de 6. Deze Windows 10 machine, dankjewel schat, die jullie nu zien, die heeft een iets ander uiterlijk dan degene die jullie gewend zijn. Dit is namelijk ook degene die we eigenlijk hadden moeten gebruiken. Maar hij was stuk, dus ik heb hem vandaag gerepareerd. En om te beginnen wat je hier ziet, is dat ik 3 LAN-verbindingen heb. En die 3 LAN-verbindingen, is wel wat knapper dan mij, maar verder heb je gelijk, klopt. Die 3 LAN-verbindingen die je ziet, die zijn ook verbonden met de 3 verbindingen die we op die router hebben ingesteld. Dat is gedaan zodat we niet alleen wifi-netwerken kunnen testen, maar ook met een LAN-netwerk kunnen testen. En het fijne eraan is dat als we straks dus een netwerk hebben ingeregeld met beperkingen, dat we die ook meteen kunnen laten zien. Dus maakt het hopelijk makkelijker. Om te beginnen, laten we eens kijken. Ik heb er nu eentje aan staan. Nee, daar krijg je gewoon een systeem met Edge. Het ziet er niet zo fancy uit als dit, want dit is gewoon echt een voorbereide omgeving voor de lessen. En wat je exact gaat doen op het examen, qua inhoud gaan we het niet over hebben. Maar hoe het eruit ziet, ja, natuurlijk krijg je gewoon een systeem waar je Chrome op hebt staan of op moet zetten om in te loggen op dat ding. En wat je hier ziet, even voor het gemak, zelfde interfacegegevens als wat we tot nu toe in de les hebben gepakt, want het is ook dezelfde omgeving. En dan gaan we op inloggen. Wat ik wel kan zeggen over het examen, zonder dat ik het veel over vertel, is dat er een handleiding bij zit. En die handleiding vertelt je niet hoe je alles moet doen. Maar die vertelt je wel wat het standaard IP-adres is waar je op in kan loggen. Hè, want dat kan per omgeving anders zijn. Dus het is logisch als die gedocumenteerd is. En het vertelt je een paar valkuilen, omdat jullie virtueel hebben leren werken. En je fysiek je examen afneemt op een echte router. En het is niet een heel groot verschil, maar die handleiding heb je dus nodig. Anders dan dat, over het examen verder gaan we het niet hebben. Dat lijkt me ook niet helemaal wenselijk. Weer terug naar de router. Hier zie je inderdaad heel mooi, weet je, polyforma.nl met IP-gegevens, want zo hebben we hem ingeregeld. Dat betekent dat we willen inloggen. Even kijken, gaat het TPS? Nou, hij staat al klaar, hè? 192.168.1.1 en dan dubbele punt 4444. Dat is de poort voor beheer. En als we die openen. Hé, hey, mag ik meteen inloggen. Hoe aardig is dat? Admin, admin. Als dit anders is, dan zou het ook in de documentatie moeten staan of op een bord geschreven moeten worden of whatever. En wat je hier ziet is dat hij mogelijk nog aan het opstarten is, omdat er iets anders aan de hand is. Maar verder
Niks raars. We zien... hi Boef. We zien dat er webactiviteit is geweest. We zien dat er dataverkeer is geweest. Dat er best wel wat... Eden? Nee, weg met die lamp. Dat kan hier niet. Sorry hoor. En dat er best wel wat verschillende soorten sites bezocht zijn. We zien dat hij druk heeft gehad, maar het nu niet meer druk heeft. We zien dat de geheugenbelasting, nou ja, de helft is van wat hij zou mogen hebben. Als we even kijken naar de hardware-eigenschap van deze router. Ik heb hem 4 gig gegeven. En dat heb ik gedaan omdat hij dan nu voor deze demonstratie sneller werkt. De router waar je en 2 processoren eigenlijk hetzelfde verhaal. De router op je examen heeft iets mindere prestaties en zal dus ook mogelijk iets langzamer zijn. Maar nog steeds snel genoeg om binnen 4 uur te doen wat je moet doen. Want dat is de tijd die ervoor staat. Als we hier links even gaan kijken, ik wil er niet veel tijd aan besteden. Belangrijke zaken zijn de firewall, hè, voor het aanmaken en inregelen van firewalls. Het stukje web, want daar gaan we straks ook mee aan de slag om websites te blokken of te filteren. Het stukje wireless, waar je dus je draadloze netwerken aanmaakt en inregelt. En dan heb je het kopje network, waar we eigenlijk al het andere doen. De andere kopjes zijn interessant, maar voor het doel van deze les misschien minder kritisch. Dus die laat ik ook buiten beschouwing. Wat ik nu ga doen, om te beginnen, ik heb alle configuratie die erin stond, heb ik eruit gehaald. Dat ga ik ook laten zien bij netwerk. Dan zie je 3 mooie poorten en een guest AP voor wifi. Poort 1 is de LAN-poort. Poort 2 is de WAN-poort, de internetverbinding. En poort 3 is niet in gebruik. Als we nu gaan kijken naar de eigenschappen in VMware, dan zie je dat de eerste verbinding... Nee, dan moet ik de router pakken. Sorry mensen. Deze. Als je hier gaat kijken, want de poorten zoals je hier ziet, 1, 2 en 3, zijn ook de verbindingen. Zoals je in de eigenschap van VMware ziet, 1, 2 en 3. De eerste is Custom VM Net 16. En dat komt dus ook overeen met wat je hier ziet. Dat is de binnenkant. De tweede is NAT. En dat komt overeen met wat je hier ziet. De internetverbinding. De derde is niet in gebruik, maar die is gekoppeld aan Custom VM Net 7. In de router. Als we nu dan gaan kijken hier, dan zie je dat ik ook een custom VMnet 16 heb als tweede verbinding en een custom VMnet 7 als derde verbinding. Dat betekent dat we aanpassingen zouden kunnen doorvoeren op de LAN-verbinding of dat we port 3 helemaal vanaf het begin af aan zouden kunnen inregelen en beveiligen om te testen vanaf deze machine. Voor nu, wat denk ik wijsheid is qua beginnen, is om voor het gemak gewoon even een standaard wifi-verbinding met beveiliging op te bouwen. En dan beveiliging in de vorm van een firewall en beveiliging in de vorm van beveiliging op je wifi. En dat gaan we gewoon doorlopen, want het is niet zo heel moeilijk. Een netwerk configureren op eigenlijk iedere moderne firewall en dus ook op die Sophos begint eigenlijk met een aantal onderdelen. Je hebt een zone. Je hebt een verbinding, je hebt een firewall en in dit geval om te zorgen dat alles ook daadwerkelijk werkt, het uitdelen van IP-adres en dergelijke, heb je DSP. Die zone is de plek waar de verbinding en de firewall samenkomen en de DSP wordt gekoppeld aan een verbinding. Deze 4 dingen ga ik nu dus ook gewoon inregelen. Die ga ik even inregelen zoals mijn netwerk thuis is, die kan ik wel nabootsen, dat is prima. Dus om te beginnen gaan we nu onder het kopje network, want daar kun je verbindingen zien, daar kun je zones zien, maar ook je DSP zien. En nog veel meer, maar dat zijn de 3 dingen die er nu even toe doen. We gaan beginnen met het maken van een nieuwe zone. En mijn netwerk thuis heet, ik pak even die uit de woonkamer, dat is LD87WK. En bij dingen die je aanmaakt, koppel je er altijd een beschrijving aan, dus ik doe gewoon voor je inzichtelijkheid, dus ik doe _ zone. Beschrijving, zone voor het LD87WK wireless netwerk. Werk, zo, dat lijkt erop. Redelijk idiot-proof, het staat er, het is duidelijk. Heel even kijken, krijgen van wie is dat? Willy. Oké, niet interessant.
Oké, omschrijving, maak een logische beschrijving zodat je weet waar die voor dient. Type is altijd LAN, want we maken geen gebruik van DMZ. Behalve als je met extra service aan de slag gaat die je aan de rand van je netwerk zet. Twee tellen hoor, mensen. Oké. Kinderen die niet luisteren. Je kent het nog niet, maar dat gaat ooit nog komen. Hey, gaan we verder kijken. Type is LAN, wat ik al zei. Dankjewel, Wahid. Ik loop hem gewoon even door. Admin services. Wil je beheren aanzetten vanuit het netwerk op de router? Zou ik eigenlijk nooit doen, behalve vanuit het algemene, dus het LAN-netwerk. Authentication services zijn eigenlijk alleen interessant wanneer je met gebruikers gaat werken. Doen we niet. Other services. Gaan we een webproxy gebruiken? Ik heb hier 300 MB liggen, niet nodig. Gaan we een SSL VPN-tunnel gebruiken? Nee. Dat betekent dat ik vanaf dit netwerk een VPN-verbinding kan opbouwen naar de router. Zou raar zijn, want je zit aan de binnenkant. Wireless protection, user portal, al die dingen zijn niet interessant. SMTP relay is zelfs gevaarlijk, want dat betekent dat mensen de router zouden kunnen gebruiken om mail te versturen. En SNMP is een bepaald risico omdat je informatie afgeeft. Dus wat Wahid al zei, DNS en ping. Dit is in principe gewoon basisdiensten waarvan je wil dat ze werken. En safe. Dan hebben we nu een hele eenvoudige zone. Het is een type LAN. Je ziet wat je mag en we hebben een beschrijving zodat je weet hoe, wat, wie en waar. Zone is nummer 1. Volgende punt. Een zone is leuk, maar aan een zone ga je een verbinding koppelen voordat je er een firewall aan koppelt. Dus dat gaan we nu ook doen. We gaan naar wireless. En daar gaan we naar wireless networks. En daar zie je nu een Sophos en een guest AP. Die zou je uit kunnen zetten, die zou je aan kunnen laten. Dus nu verder is niet interessant. Maar we gaan er hier eentje toevoegen. Nee, natuurlijk niet. Dat moet je gewoon zelf weten. En hoe je dat noemt, dat is afhankelijk van wat jij daarvoor bedacht hebt. Wat jij logisch vindt. Al noem je een aardappelzone, dat maakt op zich natuurlijk niks uit. Alleen je moet kunnen onderbouwen waarom je het noemt zoals je het noemt. Wireless networks, we gaan er eentje toevoegen. Dus ik doe add, add. En de naam mag weer logisch zijn. Hè? Ik deed LD87WK underscore wireless. Weet je, underscore wifi. Ja, of wif, want hij kan niet langer. Dit is een van de weinige plekken waar ik tegenaan loop dat er een beperking is aan de lengte van de naam. Oké. Beschrijving. Wireless network. LD87WK. De SSID, dat roep ik al de hele tijd. Dat is bij mij in de woonkamer. LD87WK Eden. Kom eens, nee, kom eens hier. Nee? Slaap lekker, apenkop. Hij wil een boekje. Niet van mij. Apenkop. Oké. Naam. Ziet er niet zo mooi uit, omdat hij niet lang genoeg kan. Beschrijving is duidelijk. De SSID, dat is het netwerk wat hij uitstraalt, wat je ziet. Ik kan het nu, ja, ik kan het op mijn telefoon misschien laten zien. Want daar hebben we netwerken. Toch, instellingen, wifi. En daar zie je dan, even kijken of dit een beetje te lezen is. Zo. Daar zie je de naam staan die uitzendt. En daar zie je bij mij een LD87Z, een LD87WK en een LDGM5GAZ. Dat zijn mijn netwerken. Maar dat is dus ook de naam zoals ik hem hier zie, LD87WK. Dat is de naam die uitzendt. Er hangt een wachtwoord aan. Ik heb mijn netwerk niet geïntegreerd met mijn domeincontroller. Zou ik wel kunnen doen, maar waarom? Dus het is niet een WPA of WPA2 Enterprise. Het is al helemaal geen WPA1, in welke versie dan ook, want dat is hartstikke achterhaald. Net als web, dat is ook onveilig. Dus wat we hier doen, is WPA of WPA2 Personal. Het liefst zou ik zeggen alleen deze. Maar we doen deze. En dan hangen we een wachtwoord aan. En dat wachtwoord, dat kunnen jullie wel raden. Ik ben diehard van de beveiliging. Dus welkom 01 uitroepteken. Normaliter zou ik daar iets intelligenters doen. Hè? Ik heb hele schattige kinderen. Ze lijken niet op mij, zeg dat. Geen zorgen. Ze hebben ook een moeder die ze opvoedt. Hey, client traffic. Belangrijk. Ik kan het koppelen aan een verbinding.
Maar ik kan het ook doorsturen naar een zone. Wanneer ik het koppel aan een verbinding, betekent dat dat alle informatie die binnen dat netwerk verwerkt wordt, naar die verbinding toe gaat. Maar in deze setting is dat niet nodig. Dus in deze setting sturen we het naar een aparte zone en daar gaan we het verkeer verder regelen. De zone is degene die we net hebben aangemaakt. Dus Wahid, dat is in dit geval die LD87WK underscore zone. Die gaan we dan ook kiezen. Dat kan wel aan wifi gekoppeld laten. Maar dat werkt niet als ik straks aan die LD87WK aan mijn firewall ga koppelen. En we moeten hem een IP-adres geven. Ik heb thuis heb ik 192.168.0. Ik doe hier gewoon 172.31.16.1. En wat hier belangrijk is. Kijk, ik trek hier dingen uit hooggoed. Ik bedenk het zelf. Maar wanneer je een opdracht krijgt, is het belangrijk dat je die opdracht volgt. En dat betekent dat je IP-adressering moet kloppen. En meestal heeft een router een .1 IP-adres of een .254 IP-adres. Maar ook dat je netmasker, je subnetmask moet kloppen. En bij een 172-netwerk zou dat ook een /16 kunnen zijn. Maar dat, als je zo'n netwerk krijgt, moet je dus ook heel goed kijken welk subnetmasker er staat. Want als je een andere gebruikt, is dat niet goed. In dit geval gebruiken we deze. En dat is prima. Kijk nog heel even bij Advanced, maar ik kan je nu al zeggen, daar hoef je niks te doen. Encryptie is al secure, dus prima. Frequency band, hij stuurt op beide netwerken stuurt hij uit, dat is fijn. En client isolation, zou ik aan kunnen zetten mijn gastnetwerk, zodat ze elkaar niet kunnen zien. Hide SSID, dan stuurt hij hem niet uit. Dan krijg je, als je op dat netwerk kan, je een hidden network te zien waarmee je kan verbinden, is Arilext. Maar dit is prima zo. Hier hebben we dat netwerk met alle instellingen zoals we horen. Druk op save. En dan zie je, want gemak dient mens, dat die save-knop is veranderd in de knop configure DHCP server. Dus klik we ook meteen op. En die geven een naam, dat zal vast de LD87WK DSP zijn. Prima. Ik heb een interface. En die interface betekent ook dat ik IP-adres heb. Nu moet ik alleen wel nog weten wat mijn subnetmasker is, wil ik geen fouten maken. Maar hey, surprise, surprise. We hebben net gezien dat die 255.255.255.0 was op de vorige pagina. En dan kunnen we nu door. We geven een start-IP en een end-IP. Normaliter doe je dat aan de hand van een technisch ontwerp. Nu bedenken we het gewoon. 172.3.1.16. Ik ga beginnen bij 32. En dan ga ik gewoon lekker door tot het einde. 172.3.1.16.254. Hiermee heb ik best al heel veel adressen, 222 of zo, als ik heel goed reken, 224 zijn het er. En daarmee kun je uit de voeten, daarmee kun je dingen doen. En dat is groot genoeg voor zo'n netwerk. Statische IP-mappings hoeven we niet te doen. Dit doe je alleen wanneer je een reservering wil maken. Dus stel je voor dat ik wil dat mijn telefoon altijd hetzelfde IP-adres krijgt, dan zou ik hier iPhone Edwin kunnen intikken. Dan zou ik hier het MAC-adres van mijn telefoon kunnen intikken. En dat MAC-adres, ik ga het even op deze computer laten zien, want dan weet je dat. Hier staat hij nog niet. Maar als ik een ipconfig/all doe, dan laat hij alle informatie over mijn netwerkhardware zien. En dan laat hij dus ook voor een verbinding die aanstaat, het hardwareadres van de router zien, het physical address. En dat is ook meteen je MAC-adres. Dus dit adres zou je dan kunnen overnemen, zou je hierin kunnen zetten en dan kun je een IP-adres aan koppelen. Gaan we niet doen, het is niet nodig, maar dan heb je het wel een keer gezien. Subnetmasker hadden we net al gezien, /24 of 3x255 en een 0. Een domain name, bij mij thuis, als ik hem zou moeten meenemen, is dat van de hey.local. Want ik heb gewoon niks in domeincontrole draaien. Vervolgens moet ik een default gateway aangeven, het standaard IP-adres waar alle systemen over het internet op gaan die verbinden met deze router. In dit geval zou dat ingetikt kunnen worden, 172.3.1.16. Zo. Maar nu maak ik een fout. En ik ben niet de enige die hier fout in kan maken, deze was opzettelijk, hè, maar bewijs van. Dus ik zet altijd dat vinkje aan. Want dan zet hij hem gewoon goed, zoals het hoort. Idiot proof, kan niks fout gaan. Die standaard lease time, 1440 minuten. Nou, goed typen. 1440 minuten, deel dat door 60, heb je het aantal uren. 24 uur. Dus op dit moment staat de IP-adres wat je krijgt, krijg je voor een dag.
En daar kun je maximaal 2 keer zoveel, dus 2 dagen van maken. Ik vind het prima om het zo te laten. Je kunt hem natuurlijk ook op 43.200 zetten, dan heb je 30 dagen. Conflict detection heeft te maken met wanneer IP-adressen in gebruik zijn. Kun je aanzetten, maar ik laat het hier nu gewoon voor het gemak uit. En dan komen we bij een stukje valkuil. Hier. Normaliter, in bedrijfsomgevingen kun je dit laten zoals het is. Of zet je hier misschien een DNS-server neer van een domeincontroller. Hier gaat dat niet. Wat we hier zouden moeten doen, ik knip dit IP-adres even weg. Moet ik het wel goed doen, maar ik onthoud hem wel. In de omgeving op school waarbinnen we getest hebben en ook in de omgeving op school waarbinnen je examen technisch plaatsvindt, is er een beperking dat je die primaire DNS open moet zetten. Naar buiten toe. En openzetten naar buiten toe, wat ik daarmee wil zeggen, is dat je 2 dingen moet doen. Als eerste moet je daar een publieke DNS invullen. En dan kun je die van Google gebruiken of die van Cloudflare. Dus 1.1.1.1, 4.4.4.4, zoals ik hier doe. Of 8.8.8.8 inderdaad, dankjewel Wade, helemaal goed. En dan heb je je secondary DNS. Daar zou ik wel gewoon die van de router neerzetten, die zelf had ingevuld. En dat was 172.31.16.1. Het mag allebei, Wade. Het mag alle drie. Maar het is wel makkelijk om er eentje te kiezen en het daarbij te houden. Hier secondary DNS, ja prima, weet je, die staat erin. Wins is RIP. Wins is sinds Windows Server 2000 al achterhaald, dus daar gaan we echt helemaal niks mee doen. Ik ga even comfortabel zitten hoor, sorry. Dus die laten we ook gewoon lekker leeg. En dan hebben we in principe de naam klopt, de interface klopt, de range is mooi, het subnet klopt, de domeinnaam klopt, default gateway klopt, leestijd klopt. DNS'en zijn in orde. Dan denk ik dat we nu alleen maar hoeven saven. En als we dan gaan terugkijken naar wat we net hebben opgeschreven. Hè, wat moesten we ook weer doen? We moesten een zone maken. Dat hebben we gedaan. We moesten daar volgens een wireless verbinding voor maken. En die daaraan koppelen. Dat hebben we gedaan. Daarna moesten we DSP inregelen. Want dat bood hij ons direct aan. En zoals je hier ziet. Dat hebben we gedaan. Dus dit gaat best goed. Wat er nu nog overblijft is de firewall. En die firewall aan zich, daar gaan we nu gewoon een regel aan toevoegen. En die regel die gaan we gebruiken om verkeer vanuit de LD87 woonkamer, dat wifi-netwerk, naar het WAN, het internet, toe leiden. En dat doe je met een user of een network rule. Een business application rule gebruik je om wanneer ik bijvoorbeeld een server in mijn eigen huis heb draaien, in mijn netwerk heb draaien, waarvan ik bepaalde dingen op het internet wil aanbieden, dan maak ik een business application rule. Dat is hier niet het geval. Hier willen we dat er op basis van netwerkverkeer gekeken wordt naar wat wel en niet mag. Dus niet op basis van een user rule. Dus die gaan we selecteren. Zoals altijd geef hem beschrijvende naam. En een beschrijvende naam is dus een naam waaruit je kunt opmaken waar het voor dient. En dat is in dit geval LD87. Wat zeiden we ook weer? WAN firewall. Wahid, je hebt verschillende netwerkranges. 10.0.0.0, 172.16 tot 32.0.0 en 192.168.0.0. Binnen die ranges kun je netwerk hebben voor intern gebruik. Dus ja, dat had ook een 192 kunnen zijn. Zonder meer. Alleen ik wil laten zien dat er meer netwerkranges zijn. Daarom gebruik ik nu een ander. De naam zoals ik hem hier heb staan. LD87, ik moet het wel goed doen. WK. To One Firewall. Beschrijving gaan we lekker makkelijk maken. Firewall voor verkeer van LD87WK naar het internet. Rule position kan je laten zoals hij staat. Source zone, waar komt dit verkeer vandaan? Wat we gaan managen, beperken, inregelen. Dat is vanuit deze zone die wij hebben gemaakt waar dat wifi-netwerk aangekoppeld is. Source networks en devices, vanaf welke netwerk of apparaten ga ik dit regelen? En dit kan handig zijn, stel je voor dat de eerste 32 IP-adressen voor servers zijn die alles moeten kunnen. Dan zou ik 2 firewall regels kunnen maken. Eentje voor de servers, die meer mogen.
en eentje voor de rest wat minder mag. In dit geval, alles mag vanaf alles wat we gaan bepalen is voor alle apparaten. Dus de bronnetwerk en apparaten laten we op any. Scheduled time. Ik heb echt geen zin om te zeggen alle dagen van 10 tot 7 of whatever. Die laten we gewoon zoals die staat op all the time. Dat is prima. Destination, waar gaan we naartoe? Ik heb het al in de naam gezet, hè. WAN. WAN is je internetverbinding. Dus die destination zone, gaan we ook die WAN kiezen. En dan zeggen we apply. Destination networks. Naar welke netwerken zou ik willen dat deze regel geldt? En wanneer je het internet op gaat, zou het raar zijn om hier beperkingen aan te brengen. Maar stel je voor dat ik een verbinding heb liggen tussen twee locaties. Dan kan het slim zijn om hier beperkingen aan te brengen, zodat hij niet de netwerkverkeer op een verkeerde manier gaat afhandelen. Nu laten we hem op any. Services daarentegen gaan we niet op any laten. Want als ik hem op any laat, en het is een accept rule, dan staat hij al het verkeer toe. Dan heeft je firewall totaal geen nut. Dus ik druk hier even op de min. En we zeggen add new item. En dan gaan we kijken. Ik had al gezegd, hè. Bijvoorbeeld Wahid. Maar laten we even beginnen bij het begin. Ik had natuurlijk al aangegeven dat je vanwege de beperkingen in die online omgeving waarbinnen we op school werken, DNS open moet zetten naar buiten. En open moet zetten naar buiten was dat stukje eerste DNS server goed inregelen. Maar het is ook dat stukje hier bij services dat je er moet toevoegen. Dus dat doe ik nu ook. DNS. En verder is het eigenlijk, want wij hier zegt HTTP, HTTPS, maar is het eigenlijk wat je zelf wil of wat de opdracht is. En heel reëel gezien, HTTP en HTTPS is echt wel de ondergrens. Want zonder die twee dingen geen standaard webverkeer. Maar als we eens gaan kijken, wat hebben we nog meer? Misschien willen we wel kunnen troubleshooten vanaf dit netwerk. Dan is ping helemaal niet verkeerd. Maar ook ICMP hoort daarbij. Is ook niet verkeerd. Kunnen we troubleshoot innemen? Misschien even kijken wat hebben we nog meer staan. Willen we grote bestanden kunnen downloaden via FTP? Of willen we mail kunnen ophalen via IMAP? Willen we, wat willen we meer? De tijd kunnen synchroniseren met een server op het internet. NTTP. Of nee, niet NTP. NTP, Network Time Server. Willen we, wat zouden we nog meer willen? Nou, kweek hoeft niet, hè. Dat is een beetje oud. SIP, dat is internetbellen. Misschien willen we dat wel openzetten. SSH voor verbinding met service op afstand. Daar kijk je nu naar. Die stap voor stap uitleg. Die is in de lessen is die diverse keren aangeboden. Keer op keer op keer op keer zelfs. En je kijkt er nu ook naar en op het moment dat je in de lessen bent geweest, heb je de virtuele service om dit na te bootsen. En nee, dat zou heel raar zijn. Op het moment dat het examen is, dien je in staat te zijn tot het uitvoeren van deze werkzaamheden. Maar heb jij volgende week dat examen of zit je in een andere klas? Even kijken. Oh, nou kijk, je mag er vanuit gaan. Dit ga je gewoon leren. Hoe dan ook, gaan we, hier krijg je lessen voor. Of in het eerste jaar, of al in het tweede jaar tijdens je stage en daarna. Zoals nu in de CVF ook gebeurt. Maar je mag er vanuit gaan als je een opdracht krijgt. En ik zeg in die opdracht, wat ik nu iedere keer heb voorgedaan, webverkeer openzetten. Of ik zeg in die opdracht, mailverkeer openzetten. Dat we daar dat het examen daar, of een opdrachtgever, hè, als we praten over een echte omgeving, daar specifiek genoeg in is. Ik ga hier nu niet heel veel andere dingen openzetten. Maar ik vind 10 vind ik genoeg. Want je ziet, DNS staat open, hè, want dat is nodig, omdat je anders niet kan internetten met de beperkingen die wij op school hebben. FTP, grote bestanden, HTTP, HTTPS voor internet. Ja, geen probleem, jongen. ICMP, net als NTP en ping. Eigenlijk alle drie een beetje troubleshooten en zorgen dat je netwerk goed blijft. SIP is internetbellen en SSH is het beheren van bijvoorbeeld een Linux server of een router op afstand. Ik heb nu gewoon random dingen gekozen. Hè. Het is ook zo, wat ik hier laat zien. Ik laat zien dat het kan.
Ik laat zien wat je zou kunnen kiezen. Maar wat je uiteindelijk moet leveren, dat kan ik je nu niet van tevoren zeggen. Dat wil ik je niet van tevoren zeggen. Dat ga je vanzelf zien in je examen. Dat is even het stukje destination. Waar gaan we naartoe? Wat staan we toe? En waar is... Oh, hier al. Daar mag je van uitgaan. Dat is een goed genoeg antwoord, hè? Daar mag je van uitgaan. Ja. Hey, het stukje destination waar we heen gaan is zo wel duidelijk, denk ik. En dan heb je het stukje identity. Ik heb al eerder gezegd, we doen helemaal niks met gebruikers. Want het is een network rule. Dus dat stukje user mag je ook oprecht buiten beschouwing laten. En dat betekent dat we hem hier ook uit kunnen zetten. Dus dat doen we ook lekker. Match new users, weg ermee. Als die aanstaat, dan is die router alleen maar non-stop aan het kijken. Ken ik jou als gebruiker. Wat hem verder belast, wat helemaal niet nodig is. Malware scanning. Willen we jouw webverkeer gaan scannen op virus en ander geneuzel? Is wel veilig. Maar brengt ook beperkingen met zich mee. Je kunt foutmeldingen krijgen. Sites kunnen zeggen, hey, er gebeurt iets raars. Browsers kunnen zeggen, hey, er gebeurt iets raars. En het verplicht je tot het vastleggen van al het internetverkeer wat voorbij komt. Dus ik laat het allemaal uitstaan. Dat betekent ook dat ik het loggen van firewall traffic nu even uit laat staan. Die zou ik wel aan kunnen zetten op het moment dat ik wil kunnen zien welk verkeer er waar vandaan waar naartoe plaatsvindt. Het stukje advanced. Inbraakbeveiliging kun je standaard uitlaten. Traffic shaping policy. Welk verkeer heeft voorrang? Wil ik bijvoorbeeld dat mijn VoIP-verkeer altijd goed gaat? Dan kan ik die selecteren. Nu doen we gewoon lekker none of laten hem leeg. Prima. Web policy. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Hier zijn dus policies, zoals een default policy, die je kunt koppelen. Waarmee je kunt bepalen wat binnen jouw netwerk wel of niet mag aan webverkeer. En dat is best interessant. Dus ik ga zo heel kort een klein stukje daarvan laten zien. Op de LAN-verbinding, zodat ik ook kan laten zien dat het werkt. En je hebt application control. Welke applicaties, peer-to-peer, dingen als zombie-netwerken, dingen als ja, eigenlijk iedere applicatie die niet helemaal valt binnen dat webverkeer, gaan we wel of niet toestaan. Hoeven we niks mee te doen. Een stukje synchronized security gaan we het niet over hebben, want dat is niet relevant. En het stukje wat hier staat, NAT en routing, is alleen interessant wanneer je meer dan één publieke IP-adres hebt. Of wanneer je meer dan één internetverbinding hebt. Beide is niet het geval in deze setting. Dus safe. En wat we dan zien is een hele mooie firewall. Waarbij vanaf die LD87-zone naar de WAN-zone een bepaald soort verkeer wordt toegestaan. Klaar. Super. Makkelijk. Ik kan dit nu niet testen, hè, want het is geen echte wifi router, dus ik heb geen wifi netwerk. Om te laten zien hoe dit werkt en dat dit werkt, wil ik nu voor jullie een LAN-netwerk gaan inregelen, dus een fysiek netwerk. En als die ingeregeld is, wil ik even laten zien dat het ook daadwerkelijk werkt. En ook daar gaan we weer beginnen met die zone. En die zone, geen LAN, hè, want die is al in gebruik. Die zone die noemen we LD87... LAN-zone. Laten we het lekker makkelijk houden. Zone voor het LD87 LAN. Kan? Nee. LAN-netwerk. Type is LAN. Device access. Ga ik lekker uitlaten, die admin services. Die client authentication is er ook. Alleen weer DNS en ping. En al het geneuzel wat hier staat, laat ik ook lekker uit. Because who cares? Safe. Ik ben nog geen mensen kwijt hiermee. Wat ik doe is niet nieuw. Wait, jij vraagt structureel dingen over het examen. Gaan we niet doen. Ga ik geen antwoord op geven. Ik laat je nu zien dat met een LAN-netwerk dat de dingen die we doen werken. Dat wil zeggen, de dingen die ik net op een wireless netwerk heb gedaan, ga ik op dat LAN-netwerk doen. Omdat ik deze virtuele machine aan dat netwerk kan koppelen. En dan kun je zien dat die beperkingen die we aanroepen, dat die ook echt werken. Dat die dingen blokkeren. Op het moment dat jij een wireless netwerk maakt op een echte router, dan kun jij natuurlijk met een device via het wireless netwerk verbinden om het te testen.
Met een virtuele router kan dat helaas niet. En daarom doe ik het met LAN, om het te laten zien. Meer niet. En we hebben nu dus die LD87 LAN-zone, waarbij we mogen pingen, DNS'en, helemaal goed. En dan kan ik een LAN-verbinding gaan inregelen, doe ik dat niet bij wireless, maar doe ik het bij mijn interfaces. Want bij mijn interface heb ik die port 3, die nu helemaal uitstaat. En die gaan we gewoon lekker gebruiken. Dus ik klik hier en ik zeg edit. En hij staat nu nog uit, hè. Ik moet hem koppelen aan een zone. Dus voor je firewall en je regels en alles. En dat wordt die LD87 LAN-zone. En dan zegt hij ineens ook, hey, IPv4, ga dat eens regelen. Hij krijgt een vast IP-adres, want dat wil je altijd. En dan doen we hier al, we hadden net 172.31.16, dus we doen nu een 192-adres. 192.168.112.1, want dit is het routeradres wat we nu regelen. Gateway dingen hoeven we niet in te voeren. Dit is verwarrend, maar omdat het de binnenkant van het netwerk is, hoef je dit niet in te voeren. IPv6 laten we buiten beschouwing, want helaas is dat geen onderdeel van de opleiding, geen onderdeel van het examendossier, was het maar zo. En hier kan ik nog wat dingen over de snelheid en de instelling van het netwerk doen. Gaan we niet doen, we laten het lekker zoals het is. Dus ik druk op save. Dan zegt hij, hey, weet je het zeker, dan kan het zijn dat de dingen fout gaan. Ja, prima, gewoon lekker doen, want die interface is nu niet in gebruik. En dat zeg ik, maar dat ga ik hier ook even dubbel checken. Ik heb op dit moment één verbinding die actief is. Dat is de verbinding die we gebruiken voor het beheer. Getuige het IP-adres 101.1. Maar andere verbindingen staan uit. Dat betekent dat ik deze nieuwe verbinding die we net hebben gemaakt helemaal kan inregelen. Eerste dingetje, DSP willen we uiteraard hiervoor aanmaken. Je ziet hè, bij die WAN-verbinding of bij die wifi-verbinding verwezen we meteen door naar DSP. Hier doet hij dat niet. Dus ik ben nu onder network naar DSP gegaan en ik ga hem toevoegen. En deze noem ik de LD87 LAN DSP. En koppel hem ook aan de interface port 3, want dat is degene die ik net heb aangezet. Heb, hè. Check het IP-adres 112.1. En we gaan ook een DSP-range aangeven die hij uit moet delen. Dus weer 192.168.112, want dat is het bereik. En een begin IP-adres en een eind IP-adres. Ik doe hier gewoon lekker vanaf 2 tot het hoogste IP-adres wat we kunnen gebruiken. 192.168.112.254. 255 is namelijk niet te gebruiken, die is gereserveerd. Dan heb ik een subnetmasker. /24 is goed, want zo hebben we ook de interface ingesteld. En een domeinname van de he.local, want het is voor mij. En nu zie je dus, waar je net zag dat hij de poort al goed had gekozen, zie je nu dat hij dit vinkje standaard al aan laat staan. En vind ik ook prima dat hij aanstaat. Dat is helemaal goed. En hier, hè, die DNS, hebben we weer dat gezeur dat we deze even beneden zetten en dat we hier dat invullen. Winst had ik al gezegd, is RIP, dus dat laten we buiten beschouwing. Wat dit nu betekent, is dat we nu een werkende LAN-verbinding hebben. En wat ik daarmee wil zeggen, is er is een fysieke verbinding. En die fysieke verbinding die deelt al IP-adressen uit. Dus in principe kun je aan de binnenkant al werken en praten, zo voort, zo verder. Ik heb geen idee, Arno. Ik denk dat ik hier nog 20, 15 minuten voor nodig heb en dan gaan we dat stukje hardware doen. Ik heb dus een LAN-verbinding en de LAN-verbinding deelt IP-adressen uit, dus dat is chill. Maar ik kan er niet het internet op, want we hebben nog geen firewall geregeld. Dus dat ga ik nu als volgende doen. En binnen die firewall-omgeving gaan we weer een nieuwe regel maken. Doe ik, is goed. En die nieuwe regel wordt weer een user of network rule, want we willen dat stukje netwerk regelen. Ja, oké. Okay. En even kijken, ik geef hem weer een logische naam, hè. In dit geval LD87 LAN to one firewall. En die noemen we, nou zeg, firewall regel voor verkeer van LD87 LAN naar het internet. De source zone is dus die LD87 WAN die we net als laatste, of LAN die we net als laatste hebben aangemaakt. Netwerken gaan we geen beperking op aanleggen, de tijden ook niet. Destination zone, waar gaat het heen, is de WAN.
Want internet. Netwerken gaan we geen beperking opleggen, services wel. Want dan gaan we in ieder geval nu weer zeggen DNS. En we gaan ook die HTTP's even toevoegen. Apply. Maar FTP ga ik niet toevoegen. En dat ga ik doen om zo meteen iets te laten zien. Match no users zetten we weer uit. Malware scanning laten we uit. En wat hier bij advanced staat, laten we voor nu ook even uit. Maar daar gaan we zo nog naar kijken. Daar gaan we niks in aanpassen nu. Log firewall traffic zet ik hier wel aan voor je beeldvorming. En wat dit betekent als ik hem nu save, is dan gaan we even iets zoeken. Ach, gaat toch op. Waarom doe ik het altijd zo moeilijk? Akkoord. Oké. Okay. Even een FTP-server zoeken die we kunnen openen. Ik weet het. Oké. Okay. Let op. FTP. ftp.hp.com/pub/softlib. Die haal ik hier nu vandaan hoor. Als alles goed is en de firewall het toestaat, dan zou ik hierop moeten kunnen komen. Ik ga het ook even buiten die virtuele omgeving testen. ftp.hp.com/pub/softlib. Ik tik hem in op mijn eerste scherm, daarom zie je het niet in het uitvoeren venster. En ik zeg nu even openen maar in Chrome. Dan komt waarschijnlijk wauw rook uit. Oké. Okay. Hier laat ik hem nu wel zien. Zie je FTP, pub, softlib met de inhoud daarvan. Maak even klein. Hier laat hij hem niet zien. Prima. Dan gaan we even kijken. Hoe zit het dan? Ik heb van mijn LAN naar mijn WAN misschien helemaal geen FTP openstaan. Dat klopt. Dus laten we die eens toevoegen. Apply. Save. Nu staat hij ertussen. En als ik het nu weer probeer, dan gaat het waarschijnlijk wel werken. Kan even duren, hè, want dan moet die firewallregels. En daar is hij. Dit is gewoon een heel simpel voorbeeld van hoe iets toevoegen of iets weghalen beïnvloedt hoe je firewall werkt. Lijkt me duidelijk, hè, zo. Als je dat nu weet, en je weet dus dat deze firewall daarin bepaalde beperkingen op kan leggen, dan ga ik nu even laten zien welke netwerkverbindingen we hebben. Dat doen we zo. Ik heb port 4. En port 4, dat is de... Even kijken, sorry hoor. Ik ga het hier zien. Ja, dit klopt dus niet, want het is helemaal niet port 4, dat is port 1. Deze is verbonden met port 1 van de Sovos router. Nou, prima. Maar port 3 klopt wel. Ik ga deze even renamen naar verbonden met port 2. En dit is dan port 1. Sorry voor de verwarring, mensen. Overnieuw. Als ik kijk naar mijn netwerkverbinding, dan heb ik dus een verbinding verbonden met port 1 van de Sovos router. Port 1 is een LAN-verbinding met een 192.168.1.1-adres. Dat is ook de verbinding waarover ik beheer pleeg. Als je kijkt, zie je ook bij het IP-adres dat dat zo is. 192.168.1.31. Dus dit matcht. Dat is mooi. Als ik port 3 nu bekijk, die hebben we net gemaakt. Hè? Dat is die LD87 LAN. Dus als ik deze nu uit zou zetten. En deze nu aan zou zetten. En we gaan kijken. Dan heb ik een 112.2-adres. De eerste uit de range. Ik heb een gateway, ik heb een DSP-server, ik heb een DNS-server die klopt. Dus ben ik niet meer verbonden via dat netwerk wat er al lag, waar zoveel mocht, maar ben ik verbonden via dat andere netwerk. Dat betekent dat bijvoorbeeld dit nu gewoon werkt. Want we hadden HTTP en HTTPS opengezet. Maar wat we niet open hadden gezet was bijvoorbeeld ping. Dus als het goed is, werkt dit inderdaad niet. Of laat ik pingen naar een adres waarvan ik zeker weet dat het antwoord. En ook die geeft geen antwoord, want ping staat uit in de firewall.
Wat ook het geval is, is dat er geen beperkingen zijn op de firewall. Als ik nu naar bijvoorbeeld Adult Entertainment toe zou gaan, dan mag dat gewoon. Als ik naar Facebook toe zou gaan, met één Facebook. Ah, doe ik het nog verkeerd, sorry mensen. Als ik naar Facebook toe zou gaan. Nou. Zo, Ctrl Enter. Dan zul je ook zien dat dat mag. Prima. Ik ga dus deze verbinding kan ik heel makkelijk gebruiken om dat te testen. Ik zet hem nu weer even uit en ik zet deze weer aan. Want dan kan ik weer de router beheren. En als ik dat niet doe, kan dat niet. En dan gaan we nu eens naar die firewall. En het is deze firewall. En als ik die nu editen, dan zie je daar dat die dingen openstaan, maar dat ping uitstaat. Ga ik nu laten zien dat simpelweg iets aanzetten. Nou, iets aanzetten, moet ik het wel goed doen, sorry mensen. Ik zeg apply. Als ik deze nu save, dan heb ik dat aangepast in mijn firewall. Om te testen, zet ik deze weer even uit. Zet ik deze weer even aan. Gaan we even kijken. Ik zit nog steeds in dat 112 netwerk, dus dat is goed. Dan doen we een ping naar 192.168. Nee. Laten we eens kijken of we Google DNS kunnen pingen. Nou, dat doet hij niet. En dit doet hij wel. Wat ik al zei, dit is een IP-adres waarvan ik weet dat hij altijd antwoord geeft. Dus ik heb net ping opengezet en waar het eerst niet werkte, werkt het nu wel. Een goed voorbeeld van wat er wel of niet kan. Wat ik dan nu ga laten zien. Even googlen. Even kijken. Sorry hoor, we moeten even iets zoeken. Als test. Als het goed is kunnen we dit namelijk zo dichtzetten. Oh, houd toch op met je cookies. Ik vind het goed. Vikings Village, Party Hard. Klinkt geweldig. Nou, oké, dit lijkt nu te werken. Voor VMware zelfs nog vrij rap. Die maak ik even kleiner. En in welk netwerk zijn we nu? We zitten nu in deze. Dus die moeten we nu disablen. Deze zetten we weer aan. Dit heen en weer schakelen is misschien even verwarrend, maar dat is om te laten zien dat het daadwerkelijk werkt. Dus dan deze nu weer gaan bewerken. Dan ga ik hier beneden iets doen. Hier beneden heb ik namelijk een web policy. En bij die web policies heb je ook een policy no games, ads or explicit content. Als ik die nu zou gebruiken, dan gaat hij alle spelletjes, reclame dingen en expliciete content gaat hij weigeren. Dus als ik deze nu save. En dan wederom de beheersverbinding uitzetten. De gebruikersverbinding aanzetten, laat ik het zo noemen. En laten we dan kijken, vikingvillage.io, of we daar nu heen mogen. Oh, nou, nu nog even niet. En tot nu toe geeft hij nog geen thuis. Laten we even kijken of we wel naar Google kunnen. Nee, oh, dat gaat goed. En waarom doet hij dat niet? Even kijken. Omdat hij geen IP-adres heeft gehad nog. Oké, nou, troubleshooten. Nou. Vrijgeven en opnieuw aanvragen, kijken wat hij dan doet. Tot dusver is dit allemaal wel een soort van te volgen, mag ik hopen, voor iedereen. En zo niet, blijf inderdaad gewoon vragen stellen, alsjeblieft. Oké, dit gaat fantastisch. Hij deelt geen IP-adres meer uit. zo. Even uit en weer aan. Kijken wat hij dan doet. Dat lijkt er alweer meer op. Dat betekent
dat hij hem nu inlaat. Oh, nou, dit werkt dus blijkbaar nog. Maar als we iets anders gaan doen, in de klas hebben jullie het vaak genoeg als voorbeeld genoemd. Adult Entertainment. Dan doet dat, werkt dat ook. Mijn god, dat hebben jullie niet gezien. Wat bizar. Even kijken. Disable. En hier zie je dus dat die dingen in principe zouden moeten werken. Maar als we nu gaan kijken. We zeggen hier. No games, ads or explicit content. Dat zou moeten betekenen dat hij die dingen weigert. En dat doet hij niet. Dus we zetten hem gewoon weer even op non. En dan gaan we het anders doen. Ik zit even te denken of... Ja. Wat ik ga doen. We gaan bij web. Ja, I know. Ik vind het heel irritant dat hij hem inladen. Want iedere keer als ik het in de klas laat zien, dan wordt het geblokkeerd. En hier laat hij het wel in. Dat is heel frustrerend. Want dat was echt niet mijn bedoeling. Ik wil jullie natuurlijk als studenten ook helemaal niet daaraan blootstellen. Kijk, en hier zie je zelfs dat die content die is in gebruik. Hè, en hij weigert ook gewoon. Maar toch heeft hij hem doorgelaten. Dus het is heel bijzonder. Maar goed, wat we nu gaan doen. Bij, ik ga dit goed uitleggen. Ik zit nu in web. En web is een plek, daar kun je beleidsinstellingen maken. Zoals je hier ziet staan. En er is een default policy, dat is een beleidsinstelling. En daar blokt hij standaard URL's. En dat kunnen we hier zo meteen regelen, die jij opgeeft. En dat blokkeert risky downloads. Wat ik nu ga doen, bij die blokte URL's. Die ga ik aanpassen en dan gaan we deze default policy zometeen koppelen. Dus ik ga deze, die blokt de URL's voor default policy. Dan gaan we nu een domein toevoegen. Portaalvoortalent.nl. Dat vind ik wel een hele mooie. Gewoon even als test. Die is namelijk hartstikke onschuldig. Kan prima. Save. Die zie je nu ook erbij staan. Als je dan bij policies kijkt, dan zie je hier dus. Blokt URL's voor default policy. Gaan we weer naar die firewall. Gaan we naar LD87 WK to LAN to WAN. Die bewerken we. Nou, die bewerken we. En dan gaan we nu zeggen web policy, default policy en save. En in die default policy heb ik net Portaal voor Talent uitgezet. Als we nu gaan kijken. Oh, kijk. Zie je het probleem? Ik ging naar hop, niet hup. Daarom deed dit. Wat wel heel slecht is trouwens, maar. Dus minpunten voor Sophos. We hebben een Portaal voor Talent. Dit werkt. Je ziet meteen, ik word doorverwezen, ik mag inloggen. En dit is nu via de beheersverbinding. Ik ga nu die beheerverbinding ga ik uitzetten. En deze verbinding, de gebruikersverbinding, ga ik aanzetten. En dan geef hem heel even om te zeggen dat hij een werkende verbinding heeft. Dat zegt hij meteen. Dat betekent dat als we nu naar Portaal voor Talent gaan, dan zegt hij heel netjes, dat mag niet. En dat is wat ik net dus ook wilde laten zien met die andere site die er niet op pakte. En wat hij netjes zegt is, de website die je probeert te benaderen, die is geweigerd. En dan kun je een verzoek indienen. Voor re-evaluation, dat is gewoon een linkje. En als je wel met gebruikers zou werken, dan zou je ook kunnen zeggen dat bepaalde gebruikers dat wel kunnen. Dat gaan we niet doen, maar kan. Heel kort om te laten zien hoe dat werkt. Ik ga het nog even met één of twee doen. Ik zet deze even uit. Deze weer aan. En dan gaan we nog even drie websites toevoegen. Noem ze even. Schrijf even. Dat werkt niet. Schrijf even op Discord. Welke websites je zou willen weigeren. En dan gaan we dat nu nog regelen. Dus in die web. Naar die URL groups. En dan gaan we naast Portaal voor Talent. Steampowered.com is dat. Die voegen we toe, vind ik een goeie. Facebook.com vind ik een goeie.
Tweakers.net en LinkedIn.com. Zo. Dit is best een lijstje met sites die we nu weigeren. Dat save ik. En dan zal je zien, zonder dat ik mijn firewall moet aanpassen, dat die sites die we net geweigerd hebben, nu ook niet meer toegestaan worden. Hij is nu enabled, heel goed. En ik heb weer zo'n 112-adres, ook heel goed. Dus wat zeiden we? Steam powered. Nou, mag niet. Facebook. Mag niet. Oh. Nou. En wat er nu gebeurt, is dat hij doorgestuurd wordt. Nou, goed. Maar dat geeft niet. Wat gaan we nog meer weigeren? Zo weigert hij netjes. Oké. Okay. Welke hebben we nog meer? Steam hadden we, wat de tweakers.net. En die weigert hij ook. En dit wat je hier ziet, die foutmelding, heeft te maken met de beveiliging van de Sophos-raad. Daar hangt geen goed certificaat aan, dus dan zeurt hij daarover. En de laatste die we hadden was LinkedIn.com. Nou, Chrome is Chrome. Dus dat is natuurlijk hoe dan ook gezeur. Laten we eens kijken wat hij hier doet. Want kijk, en hier laat hij netjes zien dat hij geblokkeerd is. Chrome die heeft nog wel eens een neiging, net als alles van Google, om bepaalde security-instellingen strakker of anders te regelen. Maar LinkedIn doet het hier gewoon meteen goed. Facebook, die het net ook niet deed, gooit hij weer door via SSL. En weigert hij ook. Maar dit is de pagina die je standaard krijgt. Een Sophos firewall die alles weigert. Dat is dus redelijk recht toe recht aan. Niet mega complex. Ik ga hem hier weer disablen. En hier weer enablen. Dan kunnen we nog één keer kijken. En wat ik ga doen, ik ga nog één keer naar die firewall kijken met jullie. Om te laten zien. Moet ik hem wel aanzetten. Hij is al verbonden. Nice. Details. Goed. Klik nog een keer op firewall. Nee, hij is het niet meer eens. Even opnieuw. Dit laat ook weer zien, hè, met deze router. Zelfs met 4 gigram voor de router is geduld en blijft geduld een kwestie. Of een eis om er goed mee te kunnen werken. Sorry. Oké. Maar nu zie je dus ook die site waar ik net geweest ben. Die heel kort in beeld was, die zou eigenlijk geweigerd moeten worden. Op een bepaalde categorie. En die categorie is hier niet aan bod gekomen. Dus die site is uncategorized. En dat is jammer. Pauze? Nee joh. Natuurlijk niet. Nee. We gaan redelijk goed hoor. Maar je ziet dus wel dat hij verkeer bijhoudt. En als je gaat kijken bij current activities, kun je zien welke verbindingen er actief staan. En wat voor verkeer er overheen gaat. Maar bij reports kan ik ook rapporten genereren. Hier zie je heel veel webverkeer. Veilig webverkeer. Een beetje YouTube webverkeer. Als je kijkt naar applicaties, dan zie je dat het allemaal unspecified is. Maar dat ik best wel wat data heb gegenereerd. Dit zijn volgens mij gewoon je Windows updates die op de achtergrond draaien. En zo zie je veel meer. Welk apparaat is verkeer aan het genereren. En het meeste is de computer als hij in het beheernetwerk zit. Oh cool, je kan draaien. Maar ook het computer in dat LAN-netwerk heeft dus al wel 10 MB aan data verstookt. Minder interessant, waar komt het vandaan? Waar gaat het naartoe? Meerdere halen we uit de Verenigde Staten en de rest is gewoon goed verdeeld. En de rule ID, hoeveel verkeer gaat er over welke firewall? En dat kun je dus zien aan de hand van een nummer. Categorieën. Hoeveel verkeer is van een bepaalde categorie? Hoe leuk zou het zijn om dit op school aan te zetten? Want dan komen er nog wel wat andere categorieën bij die je misschien niet wil zien. En naar welke domeinen ga ik? En zie je dus dat er eentje is. OneClient.sfx.ms. Dat is een Microsoft domein waar heel veel verkeer vanaf komt.
En hier kun je dus zien dat die firewall zijn werk doet en dat de dingen worden vastgelegd, want we hebben logging aangezet, zo voort, zo verder. Gaan we nu naar de firewall zelf toe. Lopen we nog één keer kort door. Daarna denk ik dat we kunnen afronden. Behalve als er mensen zijn die heel graag willen dat ik nog één wireless netwerk inregel, dan moeten jullie het nu even schrijven terwijl ik de firewall doorloop. Als ik deze die we net hebben aangemaakt. Even kijken. Hij liet net een ID zien, hè? Een nummertje. Die zie je hier dus ook staan. Als ik deze nu ga bewerken. De naam is logisch, de beschrijving is logisch. Vanaf de LAN naar alle networks en devices op alle tijden. Van alle netwerken en devices op alle tijden. Naar de WAN, alle netwerken en devices. Met DNS, HTTP, HTTPS en ping. Meer hebben we niet opengezet, daardoor werkt de FTP ook niet. We kijken niet naar gebruikers, we scannen niet. We hebben wel de default policy. Die default policy hebben we gebruikt om vanuit web bepaalde pagina's te weigeren. Maar verder doen we hier weer niks. En we loggen die firewall traffic, zodat we terug kunnen zien wat er gebeurd is. Dat is de basis van hoe die firewall opgebouwd is. En dat stukje met die web policy, dat is natuurlijk alleen nodig wanneer ik jou de opdracht geef, beperk toegang tot websites. Want hierboven bepaal en beperk je toegang tot diensten. En HTTP en HTTPS, dus websites, zijn gewoon een soort dienst. Hier kun je specifieker gaan weigeren op bepaalde websites, op bepaalde soorten inhoud en op bepaalde applicaties. Maar dat doe je natuurlijk alleen maar wanneer daarom gevraagd wordt. Verder sta je altijd al het webverkeer toe. Ik denk dat we hiermee een aardig eind zijn. Ik ga deze ook gewoon saven nu. En ik vraag me af, zijn er mensen die nog dingen willen van Sophos? Ik ga nog heel even snel een bakje koffie pakken. Dat geeft jullie de gelegenheid om nu nog even vragen te stellen in de chat. En dan gaan we daarna, als er geen vragen zijn, gaan we rustig aan beginnen met het stukje hardware. Dus ik heb met twee tellen. Ik moet nog even wachten tot hij klaar is, maar ik zie geen reacties. En ook in Discord zie ik niks. Betekent dat dat we inderdaad doorgaan met het stukje hardware troubleshooten? Want zo ja, dan markeer ik dat nu. Zie. Oké, dan doe ik even een notification. Everyone, het is geweest, starten nu. Stuur maar, oké, even kijken, jij mag weer klein. Ga ik nu even op de koffieknop drukken en dan gaan we starten met hardware. Ik zal deze uitzetten. En ik hoop dat alles een beetje duidelijk is qua router. Shutdown. En deze mag, als er geen rook uitkomt. Ah, deze mag ook uit. En dan ben ik zo terug.
Zo, hardware. Troubleshooten is gelukkig niet moeilijk. Ik zit even te denken hoe we dit gaan aanpakken om het zichtbaar te maken. Want normaliter teken ik het op een bord. Maar ik heb hier geen bord en ik heb geen tekentablet. Dus dat werkt allebei niet echt. Als je praat over een computer, laten we gewoon even beginnen met dingen die een computer heeft. Dingen die belangrijk zijn voor de werking van software, zo verder. Dan begint dat met het apparaat waar alles op aangesloten zit, een moederbord. Nee, ik ga het in Excel doen. Wauw, oké, ik weet niet wat dat was, maar het zal. Ik start nu Excel en die schuif ik zo naar rechts. Zo, oké. Een systeem bestaat uit een moederbord. Op dat moederbord zit een processor, zit geheugen, zit mogelijk een videokaart. Ik maak hem iets groter voor de leesbaarheid. Op een moederbord zit een processor, geheugen, een videokaart. En er zit eventueel een harddisk aan en een DVD. Als ik hem even heel kaal hou, een computer. En inderdaad, dankjewel, CPU. Cooler kun je het over hebben, vind ik niet super belangrijk om te noemen. Aan jouw moederbord, ik schrijf mijn veetje op, aan jouw moederbord zit een PSU, Power Supply. Processor en CPU, ja, zie je wel, weet je, breng me uit mijn balans, man. Shh. Maar dat geeft niet. Dit is in en er zit ergens nog een beeldscherm aangesloten. Aan die videokaart zit een beeldscherm. En ja, de voeding die heb ik staan. Dat is de PSU, de Power Supply Unit. Dit is in feite, en ik zou hem nog verder uit kunnen werken. Hè, want aan mijn moederbord zit natuurlijk ook nog toetsenbord, muis. En ook nog gaan we helemaal ver. Kabeltjes. Dit is in feite een complete PC zoals ik hem hier heb staan. Webcam en andere dingen niet meegeteld. Als dit een complete PC is en je drukt de aan- en uitknop in en hij gaat niet aan, wat check je dan als eerste? Wat is logisch? Ik wil hier een klein beetje, ja, voeding, power supply, dankjewel. Oké. Okay. Grote kabel. Kan ook. Goed. Dit is niet raar. Ik ga ook even images erbij zoeken, want dat is wel handig. Google. En dan zeggen we computer internal. Oh mijn god, wat een horrible kast. Ik zit heel even te zoeken zodat ik het goed kan laten zien. Of in ieder geval goed genoeg kan laten zien. Oh, wat is dit afgrijzelijk. Is wel een heel oud troep. Ja, dit volstaat. Oké. Ik pak deze er even bij. Die zet ik hier rechts. Die zetten we dan daar. Oké, als je dit zo ziet, dan begint het natuurlijk met je voeding. Die zit hier rechts hier bovenaan. Je voeding is aangesloten op je moederbord met een brede kabel. Wait, elektrostatisch veilig werken is natuurlijk ook een onderdeel geweest van de stream over elektrotechniek en de informatie die je daarvoor nodig had. En uiteraard, wanneer je met hardware gaat werken, doe je dat altijd. Dat zouden jullie als diehard ICT'ers natuurlijk moeten weten. Kijk, de realiteit is dat ik dat bijna nooit gedaan heb in mijn werk. En dat het bij heel veel bedrijven nauwelijks gebeurt. Maar het is wel, ja, leer het aan als gedrag. En zeker voor een examen. Hey, je hebt een voeding, die gaat naar een moederbord. Die voeding voorziet het moederbord van stroom. Wanneer je een aan- en uitknop indrukt en er gebeurt helemaal niks, kunnen er een paar dingen zijn. Het eerste kan zijn, je hebt hier rechts onderaan, heb je allemaal kabeltjes zitten.
die naar de voorkant van je kast gaan. Dat zijn de kabeltjes die gebruikt worden. Onder andere voor je aan- en uitknop. Het kan dus best zijn dat die niet aangesloten zitten. Dat kun je heel makkelijk checken. Dat heb je binnen 30 seconden gedaan. Daarnaast, hè, als die niet aangaat, helemaal niet, hij geeft geen tik. Check je natuurlijk even, zit de stekker in het stopcontact, zit de stekker in je voeding. Dus in je power supply. En ook niet onbelangrijk, loopt de kabel van je power supply naar je moederbord en zit die aangesloten. Kijk, als dat allemaal het geval is, één systeem gaat niet aan, helemaal niet aan, dan zijn er eigenlijk maar twee dingen die stuk kunnen zijn. Dat is je voeding of je moederbord. Mits alle aansluitingen kloppen en alles goed aangesloten is en de stekkers zitten erin als je hem aanzet en dan gaat niet aan moederbord of voeding. En dat kun je natuurlijk op een hele makkelijke manier checken door de voeding te vervangen door een model waarvan je weet dat het wel werkt. En mijn expliciete advies is dan niet ga de eerste voeding er helemaal uitschroeven, dan een tweede voeding halen, de tweede voeding er helemaal inschroeven en dan testen. Mijn advies zou zijn die 24 pins kabel die op het moederbord zit. En als er nog een andere is, zoals hierboven die op het moederbord zit vanaf de voeding, haal die twee even los. Pak een andere voeding, zet die naast de kast. Sluit hem aan op dezelfde punten. Zet stroom op die voeding. En kijk of die aangaat. Gaat die aan, heb je een probleem opgelost. Super, mega, mindy, chill. Gaat die niet aan, dan kun je er bijna al van uitgaan dat je moederbord stuk is. Want als je moederbord het nog doet, maar je processor of je geheugen of iets anders is defect, dan gaat, kom ik zo terug, dan gaat vaak wel bijvoorbeeld de fan draaien. Of dan geeft hij wel een aantal bliepjes. Of dan gaat er wel een ledje branden. Maar als hij niks doet, voeding is vervangen en hij doet nog steeds niks, is in principe je moederbord defect. Daar mag je van uitgaan. Als dat niet het probleem is, dus als je hem aanzet en hij gaat gewoon aan, maar hij lijkt verder niks te doen, dan zijn er een aantal dingen die makkelijk zijn. Je harddisk en je DVD, die komen pas aan bod op het moment dat al het andere werkt. Klopt, weet. Je harddisk en je DVD komen pas aan bod wanneer al het andere werkt. Als je processor stuk is, dan gaat je fan waarschijnlijk wel draaien, dan gaan ledjes wel branden, maar dan doet hij niks. Als je geheugen stuk is, dan gaat hij waarschijnlijk piepen. Is het je videokaart, dan doet hij netjes één piepje en start hij door, maar dan zie je niks. Kijk, en als het gaat om makkelijk troubleshooten, wanneer je zo'n kast hebt zoals je hier ziet, het makkelijkste wat je nu kunt vervangen als hij niet aangaat, is je geheugen. Dus dat is ook waar je mee begint. Gaat hij helemaal niet aan, eerst PSU, dan moederbord. Gaat hij aan, maar krijg je geen beeld of doet hij raar, eerst je geheugen en daarna als hij erop zit een losse videokaart. Als laatste zou je je CPU ook nog kunnen vervangen. Maar dat is het. De logische stap qua troubleshooten is er niet aan. PSU, MOBO, start met PSU. Wel aan, geen post, dus dat het niet doorstart, is MOBO, MEM, CPU. VGA. En daar start met MEM, VGA, CPU, MOBO. Ik maak me even iets kleiner. Ik schrijf me even op. Zo. Die zit even rechts, want daar hoort hij bij. Dit is op zich wel duidelijk, denk ik, hè, zo. Want dit is het. Als je praat over troubleshooten, en dan praat ik over het eerste stuk, hè, tot het moment dat hij in de opstart komt, dan praat je inderdaad, of hij gaat helemaal niet aan, dan is het eigenlijk altijd een van deze twee dingen. En dan begin je met je power supply, want die is het makkelijkste om te wisselen. En het gaat bij troubleshooten ook, hè, om wat kost het minste werk. Gaat hij wel aan, maar doet hij geen post, piept hij niet door en zo. Is het je moederbord, je geheugen, je processor of je videokaart? Start met je geheugen, want dat is het makkelijkste vervangen. Daar hoef je niet eens voor te schroeven. Daarna je videokaart, want dat is vaak maar één schroefje hier, als je pech hebt. En daarna je moederbord of je processor, want dat is iets meer werk.
omdat er een koeler op zit, zo voort, zo verder. Als het vervangen van al die dingen niks hebben uitgehaald, is je moederbord defect. Kom je tot dezelfde conclusie. Als je dit zo weet, dan is dat troubleshooten van hardware is makkelijk. Hey, hierna kan het nog zijn dat je wel een post hebt, maar dat hij niet doorstart. Wel post. Dan geeft hij het toch zelf aan wat er mis is. Deze is heel flauw, maar op het moment dat hij die post, die power on self test, doorkomt, dat piepje en je krijgt beeld. Stel dat je harde schijf stuk is, dan geeft hij gewoon netjes aan, hey, je harde schijf is stuk. Stel dat hij niks kan vinden om op te starten, omdat bijvoorbeeld de harde schijf niet met de SATA-kabel is aangesloten. Dan zegt hij netjes, no operating system found of no boot drive found. En dat betekent dat dat laatste stukje, zodra je een post hebt, dus alle dingen die erna komen, toetsenbord, muis, harddisk, DVD, zijn dingen die hij dan zelf aan kan geven. Dit is het. Troubleshooting van hardware is eigenlijk niet meer dan dit. Plus natuurlijk de vaardigheid van het vaker gedaan hebben en oefenen. Dat gezegd hebbende, want ik kan hier nog wel even over doorgaan, maar of dat heel veel toevoegt is een tweede. Moeten we hier nog meer mee of niet? Want Jarno, jij vroeg, mag je googlen? Ja, als jij een werkende internetverbinding hebt, mag je googlen. Dat lijkt mij wel, hè? Maar veel belangrijker, je krijgt ook gewoon handleidingen. En die handleidingen die moet je natuurlijk kunnen begrijpend kunnen lezen. Om verder te kunnen en verder te komen. Ik ben benieuwd voor nu. Zijn er nog dingen die jullie missen? In het stukje hardware of in het stukje netwerk? Of zijn er nog andere dingen die jullie nu zouden willen weten ten aanzien, of in jullie voorbereiding moet ik eigenlijk zeggen, op de examens? Zo en zo krijgen jullie van de week. Post is power on self test. Oftewel, zodra mijn sap aangaat, ga ik kijken of ik het nog doe. Hetzelfde als bij je auto, wanneer je je sleutel omhaalt, dat alle lampjes even gaan branden op je dashboard. Dat is ook een soort van power on self test. Werkt alles nog? Dat is post. Meer niet. Ik zit even te denken wat nog wijsheid is. Jullie weten dat jullie van mij deze week, beide groepen hebben nog een paar uurtjes les. Ik pak nu ook even het rooster erbij voor de D&D, want dat zijn de groepen waar het nu specifiek om gaat, heel kort. De 7D. Jullie hebben morgen een deep dive. Maar geen server. En die deep dive gaan we eventueel nog besteden aan die laatste logica die nodig zijn voor het routerverhaal, wat we nu ook hebben behandeld. Maar vrijdag hebben jullie mij 2 uur lang voor Windows Server. Wat wij in die uren gaan doen, is dat deel van het examen wat ik met jullie mag bespreken, bespreken. Want ik mag jullie wel op de hoogte brengen van de plaats waar het zich afspeelt en wat je ongeveer moet gaan leveren. Ik ga jullie op de hoogte brengen van de rechten en plichten die jullie hebben ten aanzien van de examens. En dat is het. En de 7e, inderdaad, dankjewel Wahid. Hij heeft morgen 2 uurtjes. Windows Server, Windows Server. En het keuzedeeluur van Maarten komt ook de 7D erbij zitten. Als we dat redden qua ruimte, moeten we even kijken. En hier gaan we nu kijken. Voor jullie dus morgen al. Naar die documenten van Stichting Praktijkleren over het examen die ik met jullie ga delen. En ook naar het examenreglement. Want het examenreglement, dat is, dat zijn jullie rechten en jullie plichten. Ja, I know. Lekker, hè? Maar daar gaan we dus nog naar kijken. Hey, maar dan zeg ik alleen dit. Kijk naar mijn rooster voor morgen. Als je wil praten over wat een rooster, zie dit. en het is prima. Maar daar gaan we dus praten over de inhoud en over jullie rechten en plichten. En met name die rechten en plichten zijn wel belangrijk. Want als je te laat komt, verspil je een kans. Als je te laat komt, een examenkans. Als je te laat komt met een gegronde reden en je meldt dat niet, verspil je een kans. Als je fraude lijkt te plegen. En het hoeft alleen maar gedacht te worden, laat ik het zo zeggen, semi-aantoonbaar te zijn, verspil je een kans.
Maar stel je voor dat jij nagekeken bent en je hebt het niet gehaald, heb je ook rechten. Een recht op inzage. Als je naar aanleiding van die inzage in jouw beoordelingsformulier denkt, dit slaat nergens op, heb je ook een recht op herbeoordeling. En zo zijn er nog veel meer dingen en die wil ik met jullie delen. Zodat jullie, ik wil niet dat iedereen een inzage gaat aanvragen en een herbeoordeling gaat aanvragen, terwijl de reden dat ze gezakt zijn terecht is, bijvoorbeeld. Maar ik wil wel dat jullie weten dat je daar wat mee kan. En hoe dat ongeveer werkt. Dus dat komt voor de E morgen aan de beurt en voor de D vrijdag. Nou zit ik alleen met één ding. Er is mij net gevraagd. Ik pak heel even, sorry, mijn telefoon. Dit is voor jullie ook belangrijk. Een soort van. Er is mij net gevraagd om. Is voor jou mogelijk de D en E het tweede uur te combineren? Er is mij gevraagd om de 7D aan te laten sluiten bij de 7-1. Ik weet niet of dat handig is. Dus gaan we morgen even kijken hoe we dat oplossen. Ga ik nu ook even terugsturen. Ik zeg ja, maar qua lokaal. Mogelijk niet handig. Was al, sorry, in de stream. Dus dacht niet na. Ik bedenk morgen een goede oplossing. Oké, voor de mensen van de CVD gaan we morgen dus kijken hoe, wat, wie en waar. Sorry, voor de CVD, jullie zouden morgen, ik ga weer even naar jullie toe, sorry. Gaat lekker, de MBO CVD. Jullie zouden morgen als tweede uur het keuzedeel digitale vaardigheden hebben. En Maarten, die zit in examen. Dus wat ik morgen wil voorstellen is dat ik jullie wel even binnenlaat en alles gaat regelen. Zodat jullie daar door kunnen werken. En bij die deep dive gaan we dit allemaal nog één keer doen voor de mensen die daar behoefte aan hebben. Dus heb je daar geen behoefte aan om morgen aanwezig te zijn bij die deep dive, dan kan dat. Maar dan wil ik dat je me daarover per mail informeert. Als je mij niet per mail informeert dat je er niet bij bent, dan zet ik je gewoon afwezig. En dat doe je uiteraard voor 8:30, dus dat kan je zo nog doen. Maar bij deep dive gaan we nog één keer dunnetjes gewoon wat netwerken aanmaken. Nee, niet voor de 7D jongens, niet voor jou. Jij hebt morgen geen deep dive, die heb je al gehad. Oké, ik schrijf het even op. OTMBO 7D. Wil je morgen niet bij de deep dive zijn, mailen. OTMBO 7E. Jullie zijn er gewoon. Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is. Ik kan het niet anders maken dan dit nu. Hey, ik denk dat we er voor nu zijn. Hè? We gaan morgen met de E, vrijdag met de D gaan we nog even lekker praten over het examen. En dan de documenten van SPL plus jullie rechten en plichten. Routergedeelte is duidelijk. Ik denk hardware troubleshoot, want het is echt niet moeilijk. Dat moet ook duidelijk zijn. En het serverdeel denk ik ook dat een redelijk deel van de studenten er nu klaar voor zijn. Dus laten we kijken of dat ook zo is. Ik stel voor, als er niet heel veel meer behoefte is, dat we zo gewoon gaan afronden. Want ik kan nu wel weer een of ander nieuw thema gaan starten, maar dat lijkt me niet prettig voor de mensen die examens hebben. Dus laatste kans voor vragen. En wat zij leest is, even kijken, je had Mortal Engines, was een film die laatst in de bios was. Daar leest ze nu het tweede boek van. Ben ik ook mee bezig. Toch, schat? Oh, laat maar. Ze leest niet eens, man. Ze zit op de iPad. Student vroeg wat je aan het lezen was, want nu zit je blijkbaar af en toe in beeld. Het is een iPad, jongen. En half in slaap te vallen. Arme vrouw. Hey, gezien mijn dag morgen pleuris lang wordt en ik denk dat we alle belangrijke dingen hebben besproken, stel ik voor dat we gaan afronden. Ik heb geen vragen meer gezien de laatste tijd, dus dat kan u ook wel. Ik zie jullie allemaal, verwacht ik morgen. Want ik denk niet dat er nu studenten meekijken van andere klassen dan de D en de E. En ik wens jullie een fijne avond. Ciao.